Welkom bij Bardo's Filmgebeuren. Dit is de serie waarin Bardo zijn eerste echte film gaat maken en jij over alles mee beslist. Als dat maar goed gaat. Deze week in Bardo's Filmgebeuren gaat Bardo samen met Kai naar Simon van Action Packed om te leren over stunts. Voert die vervolgens uit. En maakt hij zijn eerste echte filmopname. Yo, what up, gasten? Het is woensdag, dus het is tijd voor Bardo's Filmgebeuren. En vandaag heb ik een gruwelijke gast, namelijk Kai van Zeus. Gozer! Alles lekker, jong? Ja, lekker. Geef me die knie. Dit is Kai van der Ree. En samen met zijn beste vrienden heeft hij het YouTube-kanaal Zeus, waar hij de meest krankzinnige stunts uithaalt voor jullie vermaak. Wat denk jij wat erin staat? Geen idee. Echt niet. Kom op. Je bent Zeus, dat wordt waarschijnlijk stunt, of niet? Ja. Nou, hier staat het toevallig ook. Het thema van vandaag is stunts. We hebben voor je geregeld dat Simon van Lammeren van Action Pack je ontvangt in zijn loods. We gaan je verder niet al te veel vertellen. Laat je maar gewoon lekker meeslepen door Simon. En nog een verrassing. Aan het eind mag je weer een keuzevraag aan je kijkers voor gaan leggen. Dat mag jij gaan doen. Awesome, bro. Ja, jij mag een keuze maken voor mijn fucking film. Dat is fucking vet. Oh, weet je het nu? Jij hebt wel de goede persoon uitgekozen. Stunts, ik ben je man. Boom! We zijn er, Kai. Tijd om te stunten. Laten we gaan, jongen. Kom. Laten we gaan. Bardo en Kai zijn op weg naar Simons loods in Amsterdam om uitleg te krijgen over wat stunts nou precies zijn. Simon? Yes! Kijk eens. Ja. Aangenaam, man. Bardo. Aangenaam, Kai. Simon. Ja. Simon is stuntcoördinator en heeft zijn eigen stuntbedrijf genaamd Action Packed. Zijn bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste stuntbedrijven in Nederland en Simon en zijn team hebben al in ontelbare films en tv-series hun kunsten vertoond. Maar we zijn bezig met een zombiefilm maken en we willen kijken wat voor stunts we kunnen maken ervoor. In de zombiefilm? In de zombiefilm. En jij bent de stuntman van Nederland. Dus... Maar ik ben geen zombie. Je bent geen zombie, gelukkig nog niet. Nee. Ik doe allemaal domme dingen, ja. Waar ik echt totaal niet over nadenk en waar ik echt pijn van krijg en shit. Dat noem je het leven van Kai. En dat is mijn leven. Het leven van Kai is pijn lijden. Ja. Zoiets. Ja. Ik doe alles wat me een beetje adrenaline geeft, ja. Maar heeft het nou een goede doorstroming voor mij in de stuntwereld of totaal niet? Weet je? Mensen die tegen mij zeggen, oh, ik durf alles, ik spring zo van het dak af en zet mij wel in de fik, dan denk ik altijd, ja, oké. Maybe you should do something. Niet echt mijn markt, dus. Zijn er gevaren bij een stunt ook? Of? Je moet het een beetje zo zien. De stuntmensen die voor film en televisie werken, die moeten dat vaak ook repetitief kunnen doen. Mm-hmm. Dus het moet ook eigenlijk wel een bepaalde veiligheidsfactor hebben. Dus je calculeert je risico's, je weet wat je kan, je hebt ervoor getraind of niet. Want als ze het niet hebben op het shot, dan moet het over. Het werkt natuurlijk niet met auto's die over de kop heen moeten gaan, want als die helemaal gaan. Zijn ze stuk en daar worden er in Nederland zeker niet twee of drie van gemaakt van voor de heb laten we nog maar even een autootje met een rolkooi lassen. Maar je hebt nog nooit wat gebroken of zo? Nee, nog niks, dus net daar hoop ik graag zo te houden. Weet je, blauwe plekken of af en toe een keer een schrammetje links en rechts, maar ja, dat hoort er een klein beetje bij. Hè? Dus, Als ben je ook geen stuntman. Precies, dan had je gewoon accountant moeten worden. Wat een heel belangrijk onderdeel is, vooral bij vechtscènes ook voor bijvoorbeeld het behoud van de acteurs als ze moeten vallen of rollen. Dan wil je gewoon stuntprotectie hebben. Dus wat ik hier heb is gewoon iets wat je kan dragen onder een t-shirt. Specifiek voor onder een t-shirt gemaakt. Maar het is dun genoeg om onder je kleding te kunnen dragen. Zodat ze niet zeggen van ja, maar ik zie gewoon die kleding onder je, of de protectie onder je kleding zitten. Haal het er maar uit en dan ben je helemaal niet beschermd. Nu ben ik wel benieuwd, want je bent stuntman geworden. Alleen wie is dan je grote voorbeeld? Dat is een van de grondleggers denk ik van de moderne stuntvoering. En dat is Buster Keaton. Die ken je wel, dan staat hij zo en dan zie je zo'n deel van zijn huis omvallen en staat hij precies daar waar dat raampje zat. Die had een heel goed oog om hoe je die zaken in beeld moest brengen, hoe je het ook richting een soort van veiligheid kon krijgen. In heel veel films zie je natuurlijk ook vechtscènes, ja. Alleen zijn dat dan ook stunts? Ja toch, want... Ja, het hangt er een beetje vanaf tot welk niveau, maar dat zijn nou juist specifiek van die dingen die je graag wel een acteur wil kunnen laten doen. Hè? Omdat het allemaal om timing gaat en je slaat natuurlijk niet iemand echt op zijn bek. Ik zal even wat dingen uitleggen over de decoupage en de cameravoering. Dus feitelijk, het gaat om het volgende, want het is ook een soort choreo en het is eigenlijk ik vergelijk het altijd met dansen. Het heeft heel weinig met echt vechten, maar het is communicatie. Dus feitelijk ga je dus met cameravoering proberen dat op te lossen. En de timing is eigenlijk heel simpel. Je haalt aan, je prepareert. Als je praat met Simon van Action Pack over stunts, dan wil je natuurlijk ook zelf een stunt gaan uitvoeren. Dus samen met Kai wou ik heel graag een stunt gaan uitvoeren, alleen het liep iets anders dan ik had gedacht. Yo Bardo, sorry dat ik er niet bij ben houden, maar ik ben fucking ziek zoals je ziet en zoals je weet.
Ik hoop dat ik de volgende keer er wel gewoon kan bij zijn. Bij je gekke filmgebeuren. En dan is Zeus ook de gekke man in het huis, weet je. Lekker stunts doen. Maar helaas, ik voel me een beetje schuldig. Nou jongens, vandaag is een hele speciale dag. Want hier achter mij is een sloop en wij gaan vandaag onze allereerste draaidag houden voor de film. Helaas is Kai ziek geworden en heeft hij zijn spier gescheurd. Dus konden wij de stunt niet oefenen. En doen wij hem direct voor het echtje. Ik heb nu Thomas erbij gehaald. Om verslag te doen voor jullie van deze stuntdag. Want het nadeel is, ik moet de stunt gaan uitvoeren nu. Ja. Dankjewel Kai, je bent een lul. En bij Bardo's filmgebeuren, bij de grote film, hoort natuurlijk stunts. En ja. Die ga jij doen. Nou, oh, nee, dat niet. Ik heb mijn eigen stuntdubbel geregeld. En het is een hele bekende. Misschien ken je hem al wel. Hoppakee. En dan heb je een stuntdubbel. Wauw, dat ging snel, hè? Gelijkenis, toch? Laten we knallen. Ja, laten we doen. Aangezien Kai ziek is, heb ik Thomas gevraagd om de presentatie te doen van deze video die jullie nu zien. Want ik moet mee gaan spelen in de film en de stunts doen. Althans, niet echt de stunts. Simon doet natuurlijk alle gevaarlijke dingen. Maar Thomas gaat de presentatie doen. En even tussen ons twee. Strakjes komt Dylan ook nog. Dylan Hagens. Hier komt een mooie slip, die gaat nu ingezet worden. En... Ik werd bijna nat. We hebben nu natuurlijk al een paar stunts gezien van Simon, maar die waren wat minder. Er komt nu een echte stunt voorbij. Ik ga namelijk auto rijden. Oké, nu is het moment aangebroken dat Bardo gaat rijden. Kijkertjes thuis, verstop je, want zelfs jij bent niet veilig. Ik moet zo gaan auto rijden. Ik heb 60 rijlessen gehad, maar ik kan het dus niet heel goed. En Simon gaat me nog één keer uitleggen hoe ik moet auto rijden. Dat is, nu ben je eens één op die koppeling niet meer gebruiken, dan kun je gewoon gaan gassen en sturen. Een beetje gas bij. Nou jongens, dat ging dus beter dan verwacht. Ik kan nog auto rijden, weet je dan. Nou jongens, dat waren alle stunts voor vandaag. En wij moesten ook nog een paar scènes op gaan nemen voor de film. Dylan was er inmiddels al bijgekomen om Herman te gaan spelen. Ik heb er zin in. Laten we knallen aan de banjofilm. De camera die ziet er zo belachelijk uit. Dit is onze cameraman. We zien nu gewoon, we praten tegen een vuilniszaak. Kijk, hij heeft hier een GoPro ding, maar waar is je GoPro? Gejat. Geef die GoPro's terug, man. Dat jochie, weet je hoe duur dat is? En zit hij op het dak? Gaat hij op het dak zitten, kan niemand er meer bij? Nee, ik zit lekker op het dak, heb je GoPro gehad. Ik ben een lul, Milan. Zometeen gaan we Thomas helemaal ondersmurrien. Want bij elke stunt is er natuurlijk een zombieaanval. Kijk even mee. En dat ziet er ongeveer zo uit. Maar dat is een rap. Vandaag zijn er krankzinnige stunts uitgehaald door Bardo. Jazeker, en natuurlijk omdat we vandaag de film opnamen, hebben we ook Dylan uitgenodigd. Jullie hebben zelf voor Dylan gestemd om Herman te spelen. Inderdaad, en de kijkersvraag van deze week is: hoe wordt de eerste zombie vermoord in de film? Dylan? Nou, is dat A, door een stok, B, door een koekenpan, of C, door een voetbalkick? Wauw, dus dat is voor jullie dus. Wordt het een stok, een koekenpan of een enorme voetbalkick? Jullie kunnen stemmen nu. Linkje in de beschrijving. Zeker weten stemmen. En tot volgende week woensdag. Later. De keuze is weer aan jullie. Hoe wordt de eerste zombiekill uitgevoerd in de film? Is dat met behulp van een koekenpan, met een boostok of met een keiharde voetbalschop? Ga naar serie.moviezone.nl, klik op deze aflevering en breng je stem uit. Tot de volgende week. Bye.